Hoi, mijn naam is Geert Kloppenburg en in deze serie ga ik langs typische buitenwijken in de Randstad waar de grootste absolute groei van zowel woningen als auto's plaatsgevonden heeft of nog plaats gaat vinden. Wijken waar er bij beleidsplannen vaak niet naar omgekeken wordt, maar waar wel de gemiddelde Nederlander woont. Ik neem jullie mee om te kijken hoe je vooral deze plekken mobiel, duurzaam en leefbaar houdt door middel van nieuwe vormen van mobiliteit. Kijk, dit vind ik dus zelf altijd heel interessant. We zijn in Leidse Rijn, buitenwijk van Utrecht. Dit was vroeger allemaal weiland, om het even heel simpel te maken. Circa 2011 allemaal opgeleverd hier. Heel veel nieuwe woningen. En dan zie je dat er ook nog extreem veel woningen hier ook erbij gaan komen. En dan zie je in het ruimtelijke aspect hoeveel ruimte het verkeersdomein inneemt in die nieuwe wijken. Want let maar op, laten we even voor de lol hier naartoe gaan. Dan denk je, zouden ze dit ontworpen hebben als een mooie binnentuin? Nee, dit is exclusief voor vergunninghouders, dus voor de eerste auto. En dan hier zetten ze allemaal hun tweede auto neer. Als je hier erin loopt, dat dit dus allemaal ontworpen en bedacht is op autoparkeerplaats. Als je zou kunnen bedenken hoe een mooie binnenplaats dit zou kunnen zijn. Waarbij mensen weer met elkaar kunnen barbecuen, spelen, leven. Ik denk dat dit gewoon zoveel anders kan. Maar dat betekent wel dat je op een ander niveau een ander type mobiliteitssysteem ook moet gaan maken. Maar daar gaan we straks naar kijken. Maar dit vond ik eigenlijk mooi om hier te laten zien. En dit is net nieuw. En hier wordt niet zo vaak over gepraat. Dit gaat over Leidse Rijn, Schalkwijk, Nieuwsloten, Leiderdorp. Dit zijn de voorbeelden waarbij je ziet dat eigenlijk iedereen zo ongeveer één auto dan officieel heeft. Maar de tweede auto staat daar op straat. En dit is waar je ziet hoeveel ruimte er hier opgesoupeerd wordt aan dit systeem. Dat is echt, is ook. En laten we vooral positief blijven. Hoeveel je ervan kan maken. Ik bedoel, er is zoveel van te maken. Wil je nog meer van dit soort type video's zien? Klik dan hier of klik daar. Veel plezier!